Goedemiddag, welkom allemaal bij het webinar Bouwen aan een toekomstbestendige pluimveehouderij. Tot ongeveer 3:15 vanmiddag gaan we vanuit deze gloednieuwe stal van de familie Franke live in gesprek over de toekomst van de pluimveehouderij. En dat doen we met naast mij natuurlijk Pieter Franke zelf, maar ook met Kees de Jong van LTO, Jan Bouwman van Agramatic en Aalt den Herder van de NVP. Je krijgt een kijkje tijdens dit webinar in de nieuwe stal. En we laten je zien wat voor innovaties er allemaal op het bedrijf gebruikt worden. En daarnaast gaan we in gesprek over de toekomst van de sector. Welke kansen zien we voor de legpluimveehouderij? En hoe zet je succesvol stappen naar duurzamere bedrijfsvoering? Het gesprek met onze gasten combineren we met een kijkje in de nieuwe stal. Welke keuzes heeft Pieter Franke eigenlijk gemaakt op dit bedrijf? En waarom? Pieter, dankjewel. Fijn dat we hier mogen zijn. Heel erg gaaf. Je vertelde net, het is bijna klaar. Volgende week komen de kippen. Ja, wat is er zo bijzonder aan de stal waar we vandaag zijn? Nou ja, voor ons is het natuurlijk heel bijzonder dat we de stallen nu weer klaar hebben. Het is toch een hele lange weg geweest. Het is daar meer dan 3,5 jaar geleden natuurlijk dat we kip hadden. En met de nieuwe stal hebben we duidelijk rekening mee. Gaan we natuurlijk met brandveiligheid, hoe ga je ermee om? We hadden 2-etagestal en we zijn nu naar 2 losse stallen uit elkaar, 15 meter, bewust voor brandveiligheid. En ook richting de mesloods losgekoppeld. En op meer plekken op dat gebied hebben we natuurlijk andere keuzes gemaakt dus in het verleden. Ja, en wat voor kippen komen hier vanaf volgende week? Kun je daar iets over vertellen? Allemaal witte kippen. Nick Chick komt hierin. Dat is ook, en natuurlijk in overleg met de eierhandel, wat hebben ze nodig? En daar aan de hand van die keuze hebben we de witte kippen gekozen. En dan gaan we produceren volgens het 2-sterren-systeem van de dierenbescherming. Mooi. En je vertelde net, je hebt hier nieuw gebouwd. De stallen zien er nu anders uit. Was het moeilijk in deze tijd om de vergunningen daar bijvoorbeeld rond voor te krijgen? Ja, dat was heel moeilijk. Vanuit de gemeente werd er direct in het begin gezegd, joh, je hebt zoveel ellende gehad, we gaan je helpen. Maar je ziet gedurende het proces dat je toch heel vaak spaak lopen. Eerst een bestemmingsplanwijziging die erdoor moet. Nou, dat heeft veel tijd gekost. Dat ging bij de gemeente goed, alleen bij de provincie liep dat moeizaam. En in een latere fase kwamen we in de stikstofinpasse terecht. Vanwege de pasuitspraken en zo. De rechtsuitspraak van de Raad van State. En je merkt gewoon dat ook ambtenaren zo erg bang zijn om dan door te gaan. Ze zien natuurlijk ook de angst van groeperingen die tegen zijn. Het is gewoon een hele lastige weg geweest. Ja, ja. Jan, jij werkt bij Agramatic. Jij bent de hele dag waarschijnlijk bezig met vergunningen voor ondernemers die hun bedrijf verduurzamen of die een nieuwe stal proberen te bouwen. Zie je dat veel, dat het nu heel erg moeilijk is om dat vergunningstraject succesvol af te ronden? Ja, dat zie ik veel, ja. Nederland is een land met regels. Want we willen op een bepaald niveau hier werken en leven. En dat betekent wel regels, maar Pieter geeft het al een beetje aan net. Het is voor sommige mensen toch wel lastig om die regels te hanteren. Of ze eerst te begrijpen en vervolgens een stap te nemen om ook daar iets mee te doen. Komt iemand met een vraag, zoals in dit geval familie Franke, om een vergunning, dan is het de vraag hoe de reactie van de gemeente is. En het is wel goed om hierop te merken, in het begin, 1 maand nadat de situatie zo ontstaan was, de burgemeester heeft na 1 dag al gezegd, bel me als er problemen zijn. 1 maand na de fatale brand hadden we een gesprek met de gemeente. Daar zat echt iemand die wilde vooruit, die kon vooruit, die begreep het ook. Maar dat is wel veranderd in de loop van de tijd en dat maak je ook op andere plaatsen wel mee. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want het is wel ingewikkeld om vergunningen te krijgen als ondernemer. Ja, ja.
Goed om te weten. We gaan zo meteen kijken naar de eerste video die afgelopen week gemaakt is aan de binnenkant van de stal, zodat jullie daar iets van te zien krijgen. Voor we dat doen, twee kleine mededelingen nog. In de chat kunnen jullie natuurlijk de vragen die jullie hebben, kunnen jullie stellen. Die proberen we tijdens het webinar ook te beantwoorden. En eigenlijk hadden jullie hier aan tafel wellicht ook Eline Vedder van het CDA verwacht. Helaas voelt zij zich niet helemaal lekker en dat betekent in deze tijd dat je thuis moet blijven en op de uitslag van een test moet wachten. Maar als vervanging, en dat is misschien wel heel erg leuk, gaan we proberen vanmiddag om 2:30 live contact te leggen met Derek Boswijk. Gisteren voor het CDA benoemd in de Tweede Kamer en de nieuwe woordvoerder landbouw daar, om ook van hem te horen hoe zijn eerste dag geweest is. Dus dat om 2:30. We gaan nu kijken naar de eerste video die opgenomen is afgelopen week. Nou, we gaan vandaag wat laten zien over de nieuwe stal van Pieter. Wat zit erin? Waarom zijn er bepaalde keuzes gemaakt? Ja, daar gaan we vandaag iets over vertellen aan jullie. Hier naast me zie je een van de rijen van het Bolactera systeem. Het Bolactera systeem is een heel open systeem. Een duidelijk overzicht voor de pluimveehouder in zijn stal. Maar voornamelijk voor de kippen om zich vrijuit in het systeem te bewegen naar boven toe. Dat helpt voor het aantal buitennesteieren, verwacht ik. Dat helpt voor het opbeunen. Het is gewoon een heel kipvriendelijk systeem. Dit is belangrijk omdat de kip het nest makkelijk moet zien te vinden. Daarvoor hebben we ook de drinklijnen voor het nest gepositioneerd. Zodat de kip 's ochtends wakker wordt. Hij gaat vreten onder, dan gaat hij drinken. Dan moet hij al naar het nest toe en daarna kan hij makkelijk zijn ei leggen in het nest. Daarnaast heb ik gekozen voor Q-puts in dit systeem. Dat is een zitstok met twee barrières aan de onderkant. Daar staat een laag vermogingsspanning op, waar de kip zelf niet bij kan, maar die voor de bloedluizen dodelijk is. Ik verwacht niet bloedluis vrij te worden, maar ik denk wel dat we bloedluisarm kunnen zijn. En als je bloedluisarm bent, dan kun je zonder verdere behandeling kun je gewoon bloedluis beheersen. Onze beluchtingskoker van het Bolactera systeem zit aan de zijkant. De reden hiervoor is om genoeg lucht over de mestband te sturen, dat de mest zo droog mogelijk wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat als de lucht vanuit twee kanten geblazen wordt, er meer lucht over kan komen. Dus meer droge mest en minder uitstoot van ammoniak. De eco-unit die verzorgt de minimumventilatie in de stal. Via deze buis gaat de ingaande lucht de stal in. En die wordt via een verdeelstuk in de stal verdeeld over de mestbanden. Daarnaast hebben we nog iets speciaals aan deze warmtewisselaar. Er zit een spoel-koelfunctie op, wat betekent dat de unit zich automatisch reinigt. Daarnaast kan deze wisselaar ook koelen tot een graad of 9 à 10 de stallucht terugkoelen. Hier heb je twee mestbanden die in het systeem zitten. Eén keer in de 2 à 3 dagen wordt deze mest afgedraaid. En die komt terecht op onze Hercules Cross Conveyor. Je hebt geen put meer nodig, wat voordelen heeft voor de pluimveehouder. Een stukje veiligheid, maar ook een stukje schoonmaak, wat niet altijd makkelijk was in de putten. Ongedierte, waar je last van hebt. Via deze band wordt de mest verwijderd door middel van een kniksysteem achter deze muur. En gaat die via mestbanden naar de mestloods. Nou, we staan hier in de technische ruimte van de stal. In elke stal is een aparte technische ruimte. Tegenwoordig is dat ook vanuit het bouwbesluit is dat verplicht dat je de techniek in een aparte 60 minuten brandweerende ruimte opneemt. We zijn hier gekozen voor brandveilige verlichting. Dus we hebben dus hoofdverlichting. Het bijzondere aan deze hoofdverlichting is dat die varieert van spectrum. Dus op het moment als die voluit brandt, zoals in dit geval, dan heeft hij een hele heldere kleur. En op het moment als die verder terugdimt, dan verandert hij in warm wit. Nou, in het systeem daar is 48 volt verlichting met veiligheid geplaatst. Dus dan wordt ook de stroom van de systeemverlichting wordt continu gemonitord. En er wordt ook gekeken of daar geen haperingen in zijn, geen onderbrekingen. We hebben de verlichting, dus wordt met veiligheidsdimmers wordt die beveiligd. Dus de stroom wordt gemonitord. Dat is voor de systeemverlichting en dat geldt ook voor de hoofdverlichting. Ja, daarnaast hebben we in alle technische ruimtes gewoon een eenvoudige rookmelder geplaatst. Heel veel systemen zijn gebaseerd op temperatuur. Ja, dan ben je al heel laat, dan is er vaak al vuur en met rook dan ben je in een vroeg stadium. Deze zijn direct gekoppeld aan het alarmsysteem. Dus op het moment als er in een technische ruimte ergens een probleem of een rook gedetecteerd wordt, dan wordt Pieter meteen gealarmeerd.
In deze stal is gekozen voor gelijkdrukventilatie in combinatie met een warmtewisselaar. Omdat het een uitloopstal is, het is een vrijlandstal, dus de hennen gaan naar buiten. Dus op het moment dat de hennen naar buiten gaan, kan er niet gewerkt worden met onderdruk. We hebben wel de warmtewisselaar voor de minimumventilatie. Maar daarnaast hebben we de inblaasventilatoren met een stuk nevenkoeling. Dus op het moment dat het heel warm is, dan hebben we ook een stuk koeling via de inblaasventilatoren. Nou ja, en zo werkt het systeem. Ja, ziet er mooi uit. Nou, er zijn hier bij de Fini Franken zijn er ook zonnepanelen gelegd. Nou, er ligt in totaal 675 kilowatt aan zonnepanelen. Dat is goed voor ongeveer 625.000 kilowattuur per jaar, zeg maar 200 huishoudens. Ja, er zijn hier een systeem gekozen van SolarEdge, ook in overleg met de verzekeraar. Omdat het qua brandveiligheid dat toch een net een streepje voor heeft. En daarnaast zijn de omvormers op een betonwand buiten de stal geplaatst op ruim 2 meter. Zodat qua brandveiligheid we daar echt het optimum gezocht hebben. Welkom terug. Pieter, we hebben net de eerste beelden gezien van binnenuit die prachtige nieuwe stal. We zitten hier natuurlijk ook in een deel van die stal. Waar heb je nou op gelet toen je keuzes ging maken als het gaat om de manier waarop je dieren wilt houden straks in deze stal? Nou, je ziet toch dat de vraag vanuit de consument ook wel verandert. Hè? Dus niet alleen vanuit de overheid. Kippen met de uitloop is echt wel in. We hebben ook wel gekeken naar biologisch. Zetten we die stap of zetten we de stap die we nu zetten? We hebben hem nu gezet naar de vrije uitloop. We hebben wel rekening mee gehouden al dat de winterkar niet meer meetelt met beschikbaar voeroppervlak. Want ik verwacht toch dat dat binnen afzienbare tijd ook gaat veranderen. En de dieren met uitloop zien we ook, hebben 20 hectare uitloop. We hebben gelukkig veel ruimte om ons bedrijf heen. Ja, ik zie daar toch wel echt de toekomst in. De vraag gaat wel echt veranderen. En je ziet ook dat daar ook wel echt een meerprijs voor is ontstaan. Ja, ja. Kees de Jong, LTO, hoe kijken jullie naar die ontwikkeling in de markt? Zie je ook dat echt dat de kant is die we in Nederland opgaan? Meer ruimte, minder dieren en toch ook gewoon een iets hogere prijs hopelijk voor de producten? Nou, dat laatste zou natuurlijk sowieso eigenlijk wel moeten. Laat ik beginnen met de familie Franke en Pieter van harte te feliciteren met deze dag. En ik denk als je zo hier rondkijkt op bedrijf dat er echt een bedrijf is neergezet, toekomstbestendig. En zoals Pieter ook zegt, goed nagedacht over welk stukje van de markt wil ik gaan bedienen. En daar dan ook al naar de toekomst kijken van als de wintergarten er niet in zit. Ja, ik denk dat dat getuigt van een stukje toekomstvisie. En het past ook bij wat er op dit moment in de markt gebeurt. Je ziet dat er natuurlijk heel veel extra aanbod in de supermarkt is. Maar ook ja, een groeiende vraag en afzet naar 2 sterren en 3 sterren. En ik denk dat het eigenlijk de enige toekomstvaste keuze is geweest die hier gemaakt is. Ja, Aalt, hoe zie jij dat? Ja, ik denk dat de druk die blijft, hè. Dat zien we in de samenleving en de politiek. Dus je zult mee moeten elke keer naar een hoger segment. Het spanningsveld wat er wel op zit, dat zien wij gewoon natuurlijk elke dag. Krijg je ook betaald wat je eigenlijk investeert, hè? We hebben nu ook te maken bijvoorbeeld met de hele discussie rondom het niet meer doden van de enigszaantjes. Nou, die hele discussie van gaat uiteindelijk daar de kosten betaald worden. Dat blijft een belangrijk punt en wij zijn daarover in gesprek onder andere met de retail en wij zien daar de retail wel schuiven. Het is niet voor niks dat bijvoorbeeld ook Albert Heijn in haar programma ook schrijft, het gaat om kip, natuur, maar ook om de boer. Nou, en ik hoop dat dat uiteindelijk werkelijkheid wordt en dat een bestendige meerprijs komt voor de investeringen die gedaan worden, ook door de familie Franke. Ja, want is dat dan, Kees, misschien nog even terug naar jou, wat, hè, als je kijkt naar die meerprijs, hè, dat is natuurlijk toch, je zet dit neer, je kunt dit niet iedere 5 jaar opnieuw aanpassen als de wens vanuit de markt verandert. Hoe kun je nou als boer, als je nu voor die keuze staat, daar het beste mee omgaan? Ja, op het moment dat je de tekening laat maken en de vergunning aanvraagt, proberen alles wat je weet en wat er misschien in de toekomst gaat gebeuren, al proberen een antwoord op te geven in je tekeningen. Nou, dat gaf Pieter al aan. Als de wintergarten niet meer meetelt, heb ik daar rekening mee gehouden. Dus dat is zo'n voorbeeld. En op enig moment, als het gebouwd is, dan staat het er. Dan kun je er op dat moment niet heel veel meer aan doen. En dan mag er verwacht worden van de sectorvertegenwoordigers en van ons met z'n allen, dat als er dan dingen komen waarbij te snel opnieuw geschakeld moet worden in de sector, dat wij daar wel even onze hand opsteken en onze vinger opsteken richting overheid en andere opdrachtgevers. Van ja, dit kan dus niet. We hebben met een afschrijvingstermijn te maken. Er zijn heel veel nieuwe stallen gebouwd. Daar moet u wel de tijd geven dat daar normaal wat verdiend kan worden. Ja. Want uiteindelijk
We houden kippen omdat we het mooi vinden, maar we moeten ook de bakker en de slager betalen en moeten gewoon wel knaken verdiend worden. En dan regel op regel stapelen, waardoor mensen desinvesteringen moeten doen, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. Nee. En wat zijn dan vanuit dat perspectief nu in jouw ogen de grootste uitdagingen waar we voor staan in de sector? Dat er dus regelgeving komt in kader van duurzaamheid en misschien wel dierenwelzijn, die geen rekening houdt met afschrijvingstermijnen, met een normale investeringscapaciteit die je als bedrijf hebt. En dat zou allemaal mogen. Ik denk dat ook niemand in de sector er tegen is op het moment dat we gegarandeerd hebben dat de kosten die gemaakt worden ook daadwerkelijk gegarandeerd worden aan de opbrengskant. En daar zit natuurlijk de strijd die we als sector al decennia voeren. Er wordt van alles op ons neergelegd en wij moeten de touwtjes aan elkaar knopen, omdat de kostenkant en de opbrengstenkant in onze sector niet op een bepaalde manier in relatie staan. Het is geen oven waarvan je zegt, het brengt vandaag te weinig op, we zetten hem een dag uit. Die kip die begint 's morgens weer met eten en die legt zijn ei weer. Ja, ja, mooi gezegd, mooi gezegd. Aalt, als jij daar naar kijkt, hè, ik denk dat jullie ongetwijfeld, zijn jullie het redelijk met elkaar eens, maar zijn er dingen waarvan jij nog zegt, ja, dat zie ik nou echt als een extra uitdaging voor de sector waar we echt ook met elkaar een antwoord op moeten vinden? Ja, eigenlijk zegt Kees dat in min of meer, zegt hij dat ook al en de familie Franken zegt dat ook. Hè, wij proberen vooruit te kijken van, goh, wat gaat de toekomst brengen? Hè? Pieter zegt ook, wij denken dat die leefoppervlakte in de winterkaarten niet meer meetelt. Anticipeert hij eigenlijk op, dat zijn kosten die hij nu neemt. En wat voor ons heel belangrijk is, en dat is voor Kees niet anders, wij willen eigenlijk ook vanaf Den Haag een stip op de horizon, dat is echt een stip ver in de toekomst, duidelijk zeggen, wat verwacht je nou van die sector? Er moeten ook geen politieke spelletjes tussentijds gespeeld worden. Die stip die staat, en als je dat einddoel haalt, dus als je bijvoorbeeld het hebt over emissiereductie, als je dat hebt gerealiseerd, komt er niet nog eens een keer een extra opgave achterweg. Want dat is natuurlijk waar we continu mee te maken hebben. En een stukje dynamiek, innovatie. Ik vind het fantastisch, hè? Hier weer een ondernemer die investeert. Ik zeg, joh, iedereen kan discussiëren, maar ik geloof in die toekomst. En ik zet hier gewoon een prachtig bedrijf in neer. Fantastisch, dus ontwikkeling is goed. Maar die stip op de horizon, die moet er absoluut komen. Bestendig, duurzaam en vrij van de waan van de dag. Ja, en waar zou dan, hoe ver in de toekomst zou je zo'n stip moeten leggen? Ja, we hebben het bijvoorbeeld in het fijnstofdossier erover, hè. Ik denk dat als wij nu kijken naar het hele fijnstofdossier, wij zijn denk ik in staat een stip op de horizon te zetten voor 2030. En dan hebben we in 2030 volgens mij een einddoel gehaald, waardoor de pluiviensector overal zijn verantwoordelijkheid heeft genomen in Nederland om een bijdrage te leveren, om onder de allerstrengste norm te blijven qua gezondheid, hè? Dat is de WHO-norm, 20 microgram fijnstof per kuub lucht. 2030 voor dat dossier, maar voor een ander dossier kan dat best een kortere of een langere looptijd zijn. Maar dan moet je het met elkaar over eens worden. Ja, helder. Voordat we gaan kijken naar de volgende video die afgelopen week alvast gemaakt is hier op het bedrijf, vergeet niet om als je een vraag hebt hem alvast te stellen in de chat. Dan gaan we de tweede video bekijken en schakelen we daarna live naar Den Haag voor een kennismaking met Dirk Boswijk. Tot zo. Ziet er toch fantastisch uit? Wel opgevoed. Dit is dus ook het ras waar Pieter voor gekozen heeft. H&N Nick Chick. Dit ras kippen produceert toch nog een iets zwaarder ei. Speelt wel langer al dat er hele kleine eieren steeds geproduceerd worden voor de stuksmarkt. Maar ze worden tegenwoordig zo klein dat de eierhandel toch specifiek gaat vragen naar iets zwaarder ei. Dit ras is duidelijk sneller het eigewicht op 53 gram. Dat betekent dat je dan ook duidelijk de hogere eierprijs voor je vrije uitloop gaat ontvangen. En daar is het ons natuurlijk ook om te doen. Op de goede vraag inspelen van de eierhandel en van de retailer. We hebben met elkaar heel veel nagedacht over hoe kun je dat het beste inrichten met het oog op de toekomst. En dat heeft te maken met eiwittransitie. Het vertrouwen is dusdanig dat we in ieder geval kunnen laten zien van het gaat goed met de koppel, dan leveren we de hennen. En de opfok is daarmee ook heel goed afgestemd in overleg van we willen graag dieren leveren die ook de verlichtingstijden afgestemd is. Het type verlichting, ze zitten op hetzelfde voer als waar ze hiermee ontvangen worden. Het zijn allemaal dat de dieren zo geruisloos mogelijk in hun nieuwe omgeving kunnen komen en zo snel mogelijk eigenlijk hun weg kunnen vinden.
Dus we willen eigenlijk een kip hebben die niet te veel kleine eieren legt. Dus zodat Pieter eigenlijk ook zijn vrije uitloopprijs kan ontvangen. Die is beduidend hoger. 23, 24 weken wit, bruin, de 53 gram halen, dat is eigenlijk een vereiste. Kunnen deze beide rassen, de H&M Brown Nick, H&M Nick Chick, kunnen dat beide. Valt eigenlijk ook meteen een lop en hier word ik echt gewoon lyrisch van dat je een verschrikkelijke mooie egale bruine kleur over de eieren hebt. En dat is echt, ja, dat is gewoon zo typisch voor Brown Nick. We hebben ervoor nog iets neergezet. Dit is een koppel van 88 weken oud biologisch, die nog zeker 4 weken blijft zitten. Ik vind het een prestatie voor bruine hennen en daarmee wil ik ook eigenlijk aangeven dat bruin-wit wel echt op de hielen zit. Ja, eigenlijk een echte tegenstander van de wit. Het is wit of bruin, wat vraagt jouw eierhandel? Wat moet er geleverd worden? Binnenkort worden hier jonge hennen opgezet. En wij willen er voor zorgen dat ze ongeveer binnen 3 weken hier aan de leg komen. Nou, en dat betekent dus dat ze voldoende voer op moeten nemen, waardoor ze maar goed groeien en waardoor ze snel op gewicht komen. Als je de eerste weken goed doorkomt, bepaalt eigenlijk hoe lang je dier kunt houden. Dus dat is enorm belangrijk en dan is die voerkwaliteit zo essentieel. Naar ons inzicht is het belangrijk dat er voldoende soja in het voer zit. Omdat soja is groot, dat heeft een goed eiwitpatroon met goede aminozuren, waardoor de hennen goed groeien. En je daardoor ook weinig eitjes onder de 53 gram hebt in opstart. Naast dat het dus heel goed is voor het eind van de kippen, dat die lang meegaat dit eiwit, maar dat is ook van belang dat je heel snel naar die 53 gram komt, omdat je dan de toeslagbeurt. Dus dat scheelt aanmerkelijk in je opbrengstprijs. We staan hier naast de foyer waar een bridolet in zit. Een RVS bridolet in dit geval. Het voordeel daarvan is van een bridolet ten opzichte van een sleepketting, dat is dat de voersnelheid wat hoger is. En hij is aan de bovenkant is hij wat smaller, waardoor de dieren tijdens het voeren niet zo goed kunnen eten. En daardoor zeg maar, een homogeen product voor alle dieren tegelijkertijd ter beschikking komt. En daar heb ik ook gekozen voor een RVS-uitvoering. Het is een vrij dure uitgave, ruim een euro per kip meer. Dus daar hebben we het echt over serieus geld. De keuze is echt geweest om toekomstgericht in te kopen, zodat we flexibeler kunnen zijn met de eiwittransitie. En die gaan we krijgen. Er gaat echt op eiwitgebied nogal wat gebeuren. Als je tarwe heel veel zou bijvoeren, dan is hij grover als het concentraatvoer. Dat betekent dat hij wat naar boven komt in de voergrootte tijdens het voeren. En dan gaan de hennen die gaan proberen die hele tarwe eraf te eten. Dus daarom wordt hij bewerkt met een cracker. Nou, die cracker die snijdt de tarwe en die zorgt daarvoor dat hij in de ideale fractie, in de ideale deeltjesgrootte komt van ongeveer tussen de 1 en 3 mm. Eiwitkwaliteit dat heeft ook een grote relatie met darmgezondheid. Zeker in opstaat zijn jonge hennen die zijn gevoelig voor Clostridium. En die Clostridiumbacterie die komt van nature voor in de kip. Dat is een natuurlijke darm. Bewonen, maar op onverteerd eiwit gaat die zich heel erg snel vermenigvuldigen en krijg je darmstoornis. En dat is natuurlijk wat we graag willen voorkomen. Welkom terug. Als het goed is, hebben we inmiddels live verminding met Den Haag, waar Dirk Boswijk, Tweede Kamerlid voor het CDA, gisteren benoemd, bereid was om een paar korte vragen van ons te beantwoorden. Dirk, goedemiddag. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Een eerste vraag. Hoe is je eerste indruk nu na een dag Kamerlid zijn? Ja, nou, het is een beetje chaos, kan ik je vertellen. Het is natuurlijk heel bijzonder om mee te maken. Maar ja, ik heb gewoon nog een normale baan. Tenminste, die heb ik inmiddels afgerond. Dus de afgelopen dagen was het vooral druk met dat afronden. Met mijn politieke werk in de provincie Utrecht, waar ik de afgelopen 6 jaar statenlid ben geweest voor het CDA. Dus dat heb ik nu allemaal afgerond en ja, meteen hier in Den Haag aan de gang. Nou, jullie hebben natuurlijk allemaal meegekregen wat voor chaos het op dit moment is. Momenteel ook een debat aan de gang. Dus dat is allemaal niet heel fraai. Nou, een van de punten waar ik toch een beetje op aan het wachten was welke portefeuilles ik zou krijgen. Nou, ik heb een technische achtergrond, dus je kan mij op het wonen zetten of op de ruimtelijke ordening. En ook op de landbouw. Ik had alleen landbouw zelf niet helemaal verwacht, eerlijk gezegd. Wel gehoopt, maar ja, ik dacht zelf nog dat Jacco Geurts het zou blijven doen. Maar goed, het verzoek kwam wel of dat ik daar interesse in zou hebben. Het is natuurlijk een hele grote portefeuille. Complex ook, politiek ook heel gevoelig en er staat ook heel veel te gebeuren.
Maar het is niet helemaal nieuw voor mij. Wat ik al zei, de afgelopen 6 jaar heb ik in de provincie Utrecht gezeten. Dat is natuurlijk landbouw een niet zo'n groot vraagstuk. We hebben daar een grote linkse meerderheid, om het zo maar te zeggen. Het is een Randstad-provincie. En daar hebben we als CDA ook wel moeten strijden voor de agrarische sector. En nou ja, als je het mij vraagt, ik kan het beste de Utrechtse boeren vragen. Hebben dat redelijk succesvol gedaan. En ik zie die uitdaging hier natuurlijk vanuit Den Haag nog veel groter. Ik voel die verantwoording al. Maar ik heb er ook heel veel zin in. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de sector, Derk? De grootste uitdaging van de sector, dat is een hele goede vraag. Er zijn er natuurlijk heel veel, maar ik denk eerlijk gezegd dat er één hele grote is en daar hoor je eigenlijk heel weinig mensen over. En we horen natuurlijk continu nieuws over halvering van de veestapel. Ik denk zelf dat dat echt een dom argument is, omdat als we op dit moment niks doen, dan neemt de agrarische sector al af. Ik denk namelijk dat de grootste uitdaging voor onze samenleving, dus niet alleen voor de agrarische sector, maar voor onze samenleving, is dat we zien dat bijna 60% van de huidige boeren geen opvolger hebben. En dat is ook logisch. Ik bedoel, jullie sector staat veel negatief in het nieuws, ten onrechte. Jullie krijgen enorm veel op jullie bordje. En er wordt elke keer, als er een moeilijk vraagstuk ligt, wordt er meteen naar de agrarische sector gekeken en te weinig nog naar de andere sectoren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat jongeren van mijn generatie denken van, nou ja, ik laat deze beker aan mij voorbij gaan. En ik denk dat echt onze uitdaging is als politiek hier in Den Haag, dat wij voor die sector gaan staan en dat we die ook gaan waarderen. Daar zeg ik niet mee dat we jullie gelijk meteen allemaal naar de mond moeten praten. We moeten altijd kritisch blijven. Dat weten we als sector zelf ook. Hè. En dat heeft ons ook succesvol gemaakt, doordat we zijn blijven innoveren. Maar ik denk echt dat het een grote uitdaging is om te zorgen dat er weer perspectief komt voor een nieuwe generatie boeren. En dat houdt in duidelijke afspraken, geen zigzagbeleid en ook gewoon een goede boterham. En tegelijkertijd denk ik dat wij ook als samenleving best wel bereid moeten zijn om de agrarische sector te helpen met de transities die gemaakt gaan worden. Zoals jullie dat eigenlijk al eeuwen doen. Hè. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de Utrechtse agrarische sector. Er is nu heel veel melkveehouders. 200-300 jaar geleden was het allemaal akkerbouw. Dus wij veranderen al eeuwenlang en dat gaan we ook blijven doen. En het is van belang dat wij als politiek zorgen dat we die agrarische sector op een goede en een respectvolle manier ondersteunen. En populisme aan zowel de linkse kant, het halveren van de veestapel, als aan de rechtse kant, er is niks aan de hand. Dat gaat ons niet helpen. Dus we moeten echt gewoon samenwerken en met respect met elkaar omgaan. En daar ga ik echt voor staan en dat zal me ook kwetsbaar maken. Maar daar heb ik ook jullie hulp gewoon simpelweg bij nodig. Dankjewel Derk dat je de tijd nam om ons vandaag vast een paar dingen te vertellen. We hopen je natuurlijk heel snel in het echt te kunnen zien. En heel veel succes vandaag bij wat ongetwijfeld nog een lange dag gaat worden. Ja, ik hoop jongens jullie aankomende weken, maanden tegen te komen. Ik trek het land in om vooral ook jullie ervaringen te horen. En we zitten nu even met paasweekend en ik ben ook even een paar dagen thuis. Ik ben veel weg geweest, maar ik kom zo snel mogelijk gewoon fysiek naar jullie toe. En dat is echt mijn uitdaging. En ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, die Boswijk, wat heeft hij nou met de landbouw? Ik ga tegendeel bewijzen en ik hoop echt op jullie vertrouwen. En ontzettend bedankt voor jullie tijd in ieder geval. Dan gaan we terug hier met het gesprek aan tafel. En dan merk je al gelijk, hè, dat er toch nog best wel wat technische uitdagingen zijn als je probeert een live verbinding te leggen. Het lijkt op televisie zo makkelijk, maar de praktijk is toch net even wat lastiger. Dus heeft u nou of mij heel hard horen schreeuwen of wat gepiep gehoord? Excuses, het lag echt niet aan uw apparaat, het lag aan ons. Kees, mag ik bij jou beginnen? Want we hebben natuurlijk een korte kennismaking met Derk gehad. Als jij dit zo hoort, denk je dan, nou, daar heb ik vertrouwen in? Ja, dat is niet 1, 2, 3 te zeggen. Wat ik gehoord heb, daar schrik ik niet van. Dat klinkt positief. En ik denk dat we als sector graag hem als landbouwwoordvoerder, maar ook die van andere partijen in de pluimveesector zeg maar uit willen nodigen. Ja. Dus ze mogen allemaal een uitnodiging van NVP en LTO en NOP tegemoet zien wat mij betreft. Helemaal goed. Ik kijk Aalto ook even aan. Ik zie hem ook al glimlachen. Jullie, de gezamenlijke uitnodigingen gaan er snel uit, begrijp ik.
te zeggen anders dan... Het is meer dan welkom, de uitgestoken hand die we hier horen. Ik denk dat het hoog tijd wordt voor depolariseren. Stoppen met wij-zij denken en allerlei dingen de eter in te slingeren die alleen maar weerstand oproepen. Hier zit ook een ondernemer die zegt, ik geloof erin. Wij doen prachtige dingen als de sector. Daar zijn we trots op. En volgens mij, als we elkaar daar in redelijkheid en billijkheid over spreken, dan heb ik alle vertrouwen in de toekomst. Dus de uitgestoken hand die ik net hoorde, die nemen we aan. Heel goed, heel goed. En daarmee gaan we ook terug naar die ondernemer, Pieter. Want we hoorden net, voordat we met Dirk gingen praten, in de video het een en ander over ook de keuzes die jij gemaakt hebt op het gebied van het voer. Je bent ook aan het nadenken, heb ik begrepen, over de eiwittransitie. Kun je iets vertellen over hoe jij daarnaar kijkt en ook hoe je probeert daar nu op jouw bedrijf op in te spelen? Nou ja, met de eiwittransitie wordt natuurlijk heel hard geroepen minder soja-import. En dat is... toch wel een punt van aandacht. En waar het precies heen gaat, vind ik toch wel moeilijk te voorspellen. We hebben natuurlijk het diermeel, wat misschien mogelijk terugkomt, wat de rest van de wereld gebruikt. Een hoogwaardige eiwitbron. Daarnaast hebben we insecten, is wat in opkomst. Gaat dat wel of niet tot worden? En ook vloeibaar zien we dat er gewoon restproducten van producten die mensen gebruiken, die vloeibaar zijn, die mogelijk ook onze kant op komen. Dat is ook de reden dat wij hebben hier gezegd, we doen toch een vast bijvoorbeeld een RVS voerlijn erin. Zodat ik kan spelen, hè, op hetgene wat gaat komen. Dan, ik vind het nu moeilijk in te schatten, maar je neemt nu een meer kosten om straks flexibeler te kunnen in te spelen op ontwikkelingen. Ja, en betekent dat eigenlijk dat jij straks kunt kiezen voor al die verschillende soorten voer? Dus dat je of een natte stroom kunt gebruiken of met insecten zou kunnen gaan. Dat je eigenlijk al helemaal voorbereid bent op alle vragen die er in de toekomst kunnen komen. Ja, of je op alle vragen voorbereid is moeilijk, maar zover ik ze nu kan inschatten... Daar heb ik hem op voorbereid. Oké. Nou, dat is een vraag die daar een klein beetje op aansluit. Want die gaat ook over de keuzes die je op het bedrijf gemaakt hebt. Dat is een vraag die we van Gerold binnengekregen hebben. Heb je nu bovenop de eisen van de overheid ook nog extra maatregelen getroffen om bijvoorbeeld de brandveiligheid op je bedrijf te vergroten? Dus is er bijvoorbeeld, en dan kijk ik even hoe hij het gezegd heeft, heb je bijvoorbeeld iets aan branddetectie gedaan, een blussysteem, of heb je bijvoorbeeld bepaalde isolatiematerialen gebruikt die beter bestendig zijn tegen brand? We hebben sowieso de verzekering meegenomen in de bouwplannen. Zeg, kijk met ons mee. We hebben straks ook niet van, joh, het is lastig verzekerbaar. We hebben bewust, vorige keer hadden we twee stallen boven elkaar, nu twee stallen uit elkaar gebouwd. Hebben we daar midden in de, wel een tunnel gekoppeld, want je wil de eieren naar elkaar toe en je wil ook niet twee keer douchen. In die midden in die tunnel, waar het natuurlijk al vuur moeilijk onderdoor gaat, hebben we een brandwerende wand. En daar zit alleen de eierband loopt er doorheen, daar zit een sprinkler op die eierband. En bij de achterkant van de stal hebben we ook bij de afvoer van de mest naar de mestloods. Vorige keer wisten we niet of de brand is ontstaan in de mestloods of het aanhangende stuk. Met de mestloods hebben we ook met een sprinkler die overgangen beveiligd, dat hij niet van ene gebouw naar een ander gebouw kan overspringen. Ja, heel goed. Jan, jij hebt heel veel ervaring denk ik met dit soort keuzes, ook bij het aanvragen van vergunningen. Waar moet je als ondernemer op letten op het moment dat je daarmee aan de gang gaat? Wat voor keuzes op het gebied van brandveiligheid kun je maken om net te zorgen dat je iets meer zekerheid hebt? Ja, dat is een hele goeie. Het is al een beetje aan de orde geweest wat Pieter al zei, een aantal aspecten. Alleen een zekerheid krijg je niet. We kunnen heel ver gaan in de maatregelen op het gebied van brandveiligheid. Voorzorg daarin, brandbestrijding en dergelijke. Wij komen niet zo ver dat de verzekering tegen de familie Franken zegt, die verzekering is niet meer nodig, want er gaat geen brand ontstaan. Dat gaat niet komen. En dat betekent dat van beide kanten daar iets moet gebeuren, van de ondernemer, om daarover na te denken. Wat wil ik? Wat kan ik doen? Wat past bij mij? Wat kan ik betalen? Wordt het terugverdiend? Maar ook anderzijds van de overheid, van de maatschappij. Als er dan toch een keer wat gebeurt, zoals op dit bedrijf, waar zoveel gedaan is, op dat punt bijvoorbeeld, ja, dan... Dat willen we niet, dat wil niemand, maar het kan wel gebeuren. En dat je dan als maatschappij ook meedoet en op dat moment niet alleen maar filmt, blame game speelt of wat dan ook doet, maar als je meedoet, dan ontdek je ook dat het niet zo simpel is. En dat betekent een ondernemer een kaartje sturen als er zoiets gebeurt. Nou, dat hebben zij gemerkt. Niet van mensen die op afstand staan te roepen. Dat kunnen wij allemaal. Maar als we verder willen in Nederland, ook op dit gebied, brandveiligheid, maar ook op andere aspecten, dan moeten we van elkaar vragen, denk ik, om in dat gesprek mee te doen. En dat betekent niet dat we het eens worden, of dat er compromis uitkomt, maar dat betekent wel dat je verder komt daar. Dat we zeggen, oké, dit doen we nu, u investeert extra, maatregelen nemen, dit willen we graag voor dierwelzijn, veiligheid voor mensen. Dan is dat eerst goed.
En misschien gaan we straks verder, maar u hebt zoveel jaar de zekerheid, er komen niet nieuwe maatregelen overheen, zodat uw stal weer ongeschikt is voor iets. En dat is die participatie in dat denkproces. Familie Frank heeft een open avond georganiseerd voor mensen in de omgeving. Kom kijken met onze plannen, wat vindt u ervan? Ja. Dat doen we meer, dat zou heel goed zijn, dat is heel goed. En dat is belangrijk, maar niet als kijker en commentator, maar doe ook mee serieus en daarna ook oké, dan gaan we zo verder. Misschien met schuren en botsen, maar dan ga je wel samen verder. En dat is meer dan alleen maar iets roepen. Ja. Dat is een kans, denk ik, voor de komende jaren. Ja. Dat is een mooi voorbeeld ook hoe je inderdaad door met je omgeving in gesprek te gaan ook meer draagvlak misschien wel krijgt in die omgeving. Pieter, we hebben voor jou nog een vraag gekregen van Jos. Die vraagt, Vencomatic heeft Q-Purge geïnstalleerd om bloedluis te bestrijden. En hij vraagt zich af of er ook IPM wordt toegepast in deze stallen. IPM? Even kijken wat precies met IPM bedoeld wordt. Dan Jos, mogen we je de vraag terugstellen. Wat bedoel je precies met IPM? Want ik vrees dat we even niet helemaal begrijpen wat je graag wilde weten. We gaan proberen dat uit te vinden. Ondertussen misschien een goede vervolgvraag nog. Het ging net in de video of in het gesprek met Dirk ook heel even over dat toch misschien wel de grootste uitdaging voor de sector is dat er gewoon een groot tekort aan opvolgers is. Pieter, misschien allereerst aan jou de vraag, hè? Want jij zit natuurlijk zelf in je bedrijf. Hoe kijk jij daarnaar? Hoe ervaar jij dat zelf als ondernemer, dat je over dat soort vraagstukken moet gaan nadenken? Nou, dat is zeker wel een vraagstuk. Onze kinderen weet ik ook nog niet of het overnemen. Er zijn die geen interesse hebben, misschien mogelijk interesse, dus daar weet ik nog niet waar het heen gaat in de toekomst. Maar ik denk zeker in Nederland dat dat wel gaat spelen, dat er weinig opvolgers zijn. Maar dat heeft ook terdege mee te maken dat het nu dat het erg moeilijk gaat. En dat gaat vooral in het polariseren. Hè. Ja. Het gaat meer over de boeren als met de boeren. En ik denk, de sleutel ligt gewoon, als je het samen met elkaar gaat doen, dan komen we veel verder. Kunnen we meer innoveren, maken we ook grotere slagen met z'n allen, voor iedereen. Ja. Nou, dat is denk ik een hele mooie boodschap. Die sluit ook aan. Ik krijg Kees Aalt, ik krijg voor jullie beiden een vraag binnen van Hans. Die zich afvraagt wat jullie zouden willen zeggen tegen jonge ondernemers of jonge boeren die de discussie over de halvering van de veehouderij aanhoren. Wat zouden jullie aan die jonge ondernemers mee willen geven vandaag? Kees, mag ik bij jou beginnen? Ja, ik zou zeggen, laat je niet gek maken door de waan van de dag. We hebben verkiezingstijd gehad en roeptoetert iedereen wat hij wil roepen in de hoop dat hij daarmee mensen die niet tot zijn achterban denkt te rekenen, voor een stem gaan zorgen. Op het moment dat je als jonge ondernemer gelooft in je vak, in de dierhouderij die je lief is, trek je eigen plan. Net zoals hier op het bedrijf bij Pieter Franke, die dan een visie heeft, daar een plan bij maakt en dat uit gaat voeren. Uiteindelijk hoeft natuurlijk niet iedereen in jouw plan te geloven als jouw financier en je gelooft er zelf in. En eigenlijk in de omgekeerde volgorde, je moet er zelf in geloven en een financier daarin. En je kan dat neerzetten, dan heb je ook in Nederland een goede kans op een mooie boterham, een goede boterham. Maar je moet er zelf wel voor 200% voor gaan. Ja. Bij twijfel of de gedachte, ik wil af en toe een vrij weekend hebben, vraag je dan ernstig af of je in de pluimveehouderij verder wil. Okay, geen vrije weekenden, die gaan we onthouden. Aalt, als jij dat hoort, hè, en ik denk dat jij dat ook met regelmaat meemaakt. Hè, heel veel mensen horen die maatschappelijke discussie, maken zich daar zorgen om, vragen zich ook af of er voor hun bedrijf nog wel toekomst is in Nederland. Hoe kijk je daarnaar? Wat zou jij jonge boeren mee willen geven? Ik denk dat het lijkt nu vandaag de dag in de gepolariseerde discussie die ook met verkiezingen te maken heeft, lijkt het af en toe wel heel zwart. Ook bestuurlijk is het af en toe chagrijnig om weer de gesprekken aan te gaan en altijd weer vanuit een constructieve houding te proberen om de zin en de onzin van elkaar te scheiden, daar met elkaar over in gesprek te gaan. Ik denk dat de tijd van depolarisatie snel achter ons zal zijn. Wij hebben ook zicht op, Kees en ik zijn betrokken bij een groot onderzoek wat is uitgevoerd. Daar kunnen we niet alles van vertellen, dat komt binnenkort wereldkundig. En wij zijn zeer positief verrast over de steun die eigenlijk de pluimveehouderij onder de Nederlandse bevolking heeft. Dat beeld is heel anders dan wat je af en toe denkt te zien in de media, of denkt te horen of werkelijk hoort in de politiek. Dus ik denk dat er een hele andere tijd gaat komen, maar daar hangt wel mee samen. We moeten het gesprek aan met de overheid,
We moeten realistisch beleid gaan voeren. En ik denk dat een ondernemer, ook in de pluimveehouderij, de jeugd die nu staat te kijken, ga ik het bedrijf overnemen of niet? Als die denkt, ik ga het bedrijf overnemen van mijn ouders en ik blijf tot aan mijn dood hetzelfde doen, dan heb je een illusie. Ik denk dat een ondernemer altijd geconfronteerd gaat worden met uitdagingen. Dus ook de volgende generatie zal, net als Pieter, weer keuzes moeten maken en moeten meegaan met de eisen van de tijd. Dus dat blijft. Maar als het realistisch is en met een lange termijn, een stip op de horizon die realistisch is en goed onderbouwd, en niet meer vanuit de sfeer die er nu af en toe heerst, dan denk ik dat we een gouden toekomst tegemoet gaan. Dat denk ik echt. Ja, ik krijg nog een extra vraag voor jou binnen, Aalt. Die komt van Gert. En Gert wil weten, als we nu kijken naar de Europese plannen die er zijn, en er moet 25% van alle landbouwproductie in Europa zou biologisch moeten worden, dan wordt dat veel meer een aanbodgestuurde productie, zegt Gert, dan de vraaggestuurde productie die je nu, zeker in de biologische sector, maar ook in heel veel, denk ik, andere eierconcepten ziet. Leidt dat niet tot een enorme prijsdruk en gaat dat niet tot gevolg hebben dat het eigenlijk misschien wel veel lastiger wordt om een boterham met die concepten te verdienen? Nou, kijk, ik denk dat we met z'n allen... Toekomstvoorspellen is heel lastig, hè? Glazen bol hebben we allemaal niet. Maar wetmatigheid is wel dat als je nu gaat afdwingen dat we vanuit aanbod 25% bio gaan maken, dan gaat die prijs keihard onderuit en dan zit die boer die zit met de gebakken peren. Dus wij zitten er keihard op in dat ontwikkelingen die de maatschappij van ons vraagt, die moeten vanuit de markt betaald worden. En dan kom ik terug op wat ik al eerder zei. Wij zien daar toch wel een trendbreuk ten opzichte van vroeger. Wij praten nu ook met Albert Heijn bijvoorbeeld. En je ziet gewoon dat ook aan die kant men steeds meer zich beseft, ja, we kunnen veel blijven vragen, maar we zullen die boeren ook moeten gaan betalen. Dus het moet vanuit de markt komen, ook met de leghaantjesdiscussie. Wij zetten zwaar in op geen wettelijk verbod, maar laat de markt betalen voor de wens die men heeft. Nou, dat is een mooi bruggetje, want Pieter, ik hoorde jou toen straks, toen je even wat liet zien van de stal, vertelde je dat de haantjes worden afgemest in het concept waar jij voor gekozen hebt. Is dat een hele bewuste keuze geweest? En twee, is dat ook iets waarvan jij verwacht dat de markt daar veel meer naartoe gaat bewegen de komende tijd? Dus eigenlijk bijna de eierhandel wil het, omdat er een vraag komt vanuit het buitenland natuurlijk. Ik vermoed dat het geen lang leven beschoren heeft. Ik vind dat milieutechnisch gezien, vind ik dat echt niet passen. Ook dierenwelzijn vind ik dat niet passen met hoe we met dieren om moeten gaan. En hoe zie je dan, waar verwacht je dan dat die ontwikkeling naartoe gaat? Ja, dat zal in de toekomst gaan uitwijzen. Dat is moeilijk in te schatten. We kunnen natuurlijk met het seks, daar zijn we druk bezig om dat van tevoren te doen. Maar die techniek is gewoon niet praktijkrijp genoeg om dat op grote schaal toe te passen zonder schade aan de hennetjes te geven. Ja. Kees, hoe kijk jij als belangenbehartiger naar die discussie over de keuze om de haantjes wel of niet af te mesten en ook naar hoe zich dat naar de toekomst toe zou moeten ontwikkelen? Ja, dat kun je eigenlijk op meerdere vlakken bekijken. Als je kijkt van, ja, hoe komt dit nu tot stand, dan krijg ik toch ernstig het gevoel dat dit niet zozeer uit de vraag van de consument kwam, maar dat het een politiek issue is, met name in Duitsland, en dat dan weer toch een beetje met de waan van de dag, dat men dan iets gaat doen wat eigenlijk, als je er nuchter naar kijkt, een volstrekt averechtse werking heeft. We gaan een dier laten voeden en dan uiteindelijk slachten. Als je naar de duurzaamheid, naar de footprint kijkt, dan ga je natuurlijk gillen. Maar zo verschrikkelijk slecht als dat die is. Dus dat vind ik dan een stukje waanzin. Of dat dan uiteindelijk het gezonde verstand ertoe zal leiden dat men met de technieken waarvan de week Innovo mee naar buiten kwam van we kunnen het nu praktijkrijp maken. Dan hoop ik enerzijds dat we vooral dat spoor ingaan. Ja. Want als we enerzijds onze mond vol hebben over duurzaamheid en goed omgaan met grondstoffen, is dit natuurlijk een averechtse beweging. Er is nog heel veel meer over te zeggen, maar dit is volgens mij een beweging die we niet zouden moeten willen. Ja, we zouden er ongetwijfeld een apart webinar aan kunnen wijden, maar laten we dat vandaag niet doen. Neem nog even, als je nog een vraag hebt, nu de gelegenheid. We hebben zometeen nog tijd om een paar laatste vragen te beantwoorden. We gaan nu eerst kijken naar de laatste video die we hebben voorbereid, waarin Smits Agro iets gaat vertellen over de silo's die buiten bij dit bedrijf staan.
Mooi pleitje op de achtergrond. We zien een grote, hele grote silo. Daar komt het graan van het land in. Dus een lokaal product wordt hier gevoerd. Het gaat allemaal richting vezels naar een cracker en richting de weger, de mengweger. De silo's zoals je nu ziet, daar kunnen we dus al graan bij mengen en daar kunnen we al kalkstandsteen bij mengen. Maar we hebben ook dus al ruimte gelaten op de siloplaat, dat we er ook vloeibaar eventueel bij kunnen voegen of wat er anders ook komt. Bovenop de silo's zie je een cycloon. Dat is eigenlijk in de agrarische sector een nieuwe manier om silo's te vullen. Het grote voordeel, we hebben geen stofzak meer nodig. Dus eigenlijk is het een hele mooie oplossing, een cycloonwerking. Andere kant is ook dat die silo goed ademt. Dus warmte wat eventueel in de silo komt, kan er ook heel makkelijk via de cycloon uit. Die silo heeft als eigenschap dat hij geen voerontmenging meer kent. Dus alles wat first in, first out noemen we dat. Alles wat er als eerste ingaat, gaat er ook als eerste weer uit. In de stal hebben we het spiraalvoedersysteem van Roxel mogen installeren, RVS. Omdat we inderdaad verwachten dat er nog wel wijzigingen komen in hoe we in de toekomst gaan voeren. Zodat die ook richting toekomst, altijd richting natvoer of meelworm of noem maar op, wat er ook komt eigenlijk aan samenstelling kan die gaan gebruiken. Zeker zoals dit is allemaal mooi dezelfde uitstraling en ja, het overal ook wat hè. Alle lof ook naar de familie Franken voor de open gesprekken waar we hebben gehad om tot zo'n mooi resultaat te komen samen. Kijk, in het begin werk je alles uit vanuit een tekening en dan zie je het systeem langzaam opgebouwd worden zoals het hier staat. Maar straks echt de kippen erin zitten en de eerste eitjes gelegd worden, dan ben je uiteindelijk wel trots dat je dit samen met de familie Franken hebt kunnen waarmaken. Deze stallen zijn nu nog leeg. En binnenkort zitten ze vol met hennen. Dat maakt je ontzettend blij en trots natuurlijk. Eigenlijk heb je dat gevoel als alles aflevert, zit in de stal, dan moet je eigenlijk even een half uur gaan zitten bij die dieren. Het is geweldig, het vindt hun weg allemaal al. Iedereen heeft belang bij dat die stal gewoon super gaat draaien. En dat die hennen het goed doen. Dat familie Franken werkplezier heeft in die stal. Nou ja, dan probeer je met z'n allen daar iets moois van te maken. En dat, ja, daar worden wij ook enthousiast van. Ja. Welkom terug. Dat was de laatste video van deze, toch eigenlijk naast een webinar, ook wel een beetje virtuele open dag op het bedrijf van de familie Franken. Ik had het beloofd, ik zou nog even terugkomen op de vraag van Jos. IPM, geeft hij aan, is eigenlijk het monitoren van bloedluis in de stallen. En dan eigenlijk, Pieter, is de vraag, ja, naast natuurlijk het Q-Purge systeem dat je geïnstalleerd hebt, neem je nou nog andere dingen, dus doe je nog andere dingen om dat te monitoren? Nou, dat monitoren, dat ga ik vanuit dat ik dat gewoon zelf doe, want je loopt dagelijks door de stallen en je weet gewoon de basisplekken, weet je eigenlijk wel waar bloedluis het eerst zichtbaar is. Dus ja, dat neem je gewoon echt wel mee. Je pakt het roostertje wel uit, zit het bloedluis, dat ga je wel voelen. Ik ga geen systeem voor aanleggen, dat pak ik gewoon met het doorlopen van de stallen wel mee. Helemaal goed. Nou, heel fijn. We hebben nog een vraag binnengekregen van Dorien, aan jullie allemaal eigenlijk. En zij wil graag weten van hoe zien jullie nu de ontwikkeling met betrekking tot het vormen van ketens in de pluimveehouderijsector? Pieter, mag ik bij jou beginnen? Want het concept waaraan jij levert, is dat een gesloten keten of is dat een open concept? Er wordt natuurlijk veel, veel meer gedaan, vrije uitloop met twee sterren van de dierenbescherming. Waar die heen gaat, ja, vind ik moeilijk te zien, maar ik zeg wat we net in discussie hadden. Mijn gevoel is toch dat de boel kent het. De supermarkten realiseren zich dat ze niet meer wegkomen met alleen maar laag geld uitkeren. Ook hun krijgen druk vanuit de consument. En of dat nou die ketens verandert, mogelijk wel. Maar ik zie echt wel veranderingen. En in alle discussies, nu gaat het over landbouw, maar eigenlijk is de landbouw is de sleutel. Dus ze zullen met ons samen moeten wel gaan. Als je een oplossing wilt, zul je met de landbouw samen moeten gaan, denk ik. Dus ik verwacht ook dat ze meer naar ons terug gaan komen. Ja, Aalt, verwacht jij ook. Hè? We hebben deze week natuurlijk meer nieuws ook over het verdienmodel van boeren. Zeker in relatie tot een voorstel dat bij het CBL was neergelegd gezien. Zie jij nou ook dat er meer richting toch ketens waarbij afnemers gaan werken met een vaste groep boeren gewerkt wordt? Ik hink op twee gedachten daar. Ik zie aan de ene kant een pluimveehouderij van al jongs af aan al die gekenmerkt wordt door vrij ondernemerschap, hè? Vrije handel. Dat wordt wel steeds ingewikkelder. Wie durft nog echt op de vrije daghandel te gaan zitten? Die groep is steeds kleiner. Maar dat zit nog steeds wel in die ondernemer, hè? Dat ondernemerschap, vrije handelbedrijf. En dat heeft ons ook sterk gemaakt. Dat heeft ons ook weerbaar gemaakt in een moeilijke wereld. Alleen ik denk dat het niet volhoudbaar is. Ik denk dat we steeds meer naar een geïntegreerde productie gaan. Dus dat we vaste verbindingen krijgen van groepen. Slachterijen, eierhandel, retail, industrie en pluimveehouders.
die samen met elkaar zeggen, wij gaan een bepaald product maken, wat aan bepaalde specificaties voldoet. En daar maak je afspraken over planning, vraag, aanbod, maar ook over hoe verdelen we de centjes, een beetje eerlijk binnen dat verhaal. Persoonlijk denk ik, maar dat is ook een beetje een persoonlijke mening, ik denk dat wil de pluimveehouder daar uiteindelijk een evenwichtige stem in dat verhaal hebben, dus in die gesprekken die dan in zo'n geïntegreerde productie gaan samen of gaan plaatsvinden, dan zal die pluimveehouder er denk ik verstand gaan doen om dat vanuit een producentenvereniging te gaan doen. Omdat je dan namelijk ook een evenwichtige positie hebt binnen die keten. Nou, daar geloof ik heilig in, maar dat is niet van vandaag of morgen geregeld. En dat heeft alles te maken met het vrije ondernemerschap van die pluimveehouder, wat ook weer een groot goed is. En dat levert hij niet graag in. Ja, ja, heel goed. Kees, hoe kijk jij naar die ontwikkeling? Ja, ik aansluitend op wat Aalt zegt, de pluimveehouderij was vroeger, en dan praat ik over 40, 15 jaar geleden, weet ik wel, toen mijn vader ook nog kippen had, dat ja, wekelijks was de prijs. Je ziet daar met name 20 jaar geleden zie je het moment komen dat er vaste prijzen, veel meer vaste prijzen worden afgesproken. En ik, ja, dat geeft natuurlijk een stukje zekerheid. Je weet wat je verdient of gaat verliezen, hè, als je hem in een verkeerde periode hebt afgesloten. Ik denk ernaar kijkend dat we wel steeds meer een beweging in de markt zien, dat supermarkten zich willen onderscheiden door te zeggen, kijk, dat is onze boer. Ja. We zien het op onze pakken vla en melk die op tafel staan. Daar staat een gezicht op. En dat moeten wij denk ik als producenten meer uitbuiten. En of dat via een producentenvereniging gaat of via een klankbordgroep, dat als je bij een supermarktketen zit, dat je zorgt dat je als producerende partij ook daar aan tafel zit en in ieder geval ook mee kan praten in de besluitvorming. En in ieder geval daar ook je punt kan maken. Je blijft vrij ondernemer om te zeggen, ik ga leveren aan een blauwe of een gele keten of wie dan ook. Maar als je daar zit, dan in ieder geval alleen leveren op het moment dat je er minimaal je kostprijs plus uit kan halen. Ja, ja. Dank jullie wel. Pieter, mag ik voordat we af gaan sluiten aan jou vragen? We zitten hier nu heel mooi. Volgende week komen de eerste kippen. Een moment waar je naar uitkijkt, kan Zeker. Ik me voorstellen. Komt er ook een moment waarop je hier ook aan andere mensen in de omgeving hopelijk toch nog iets van het bedrijf kunt laten zien? Ja, dat is nu misschien zeker. Lastig. We hebben vaak met open dagen meegedaan. Ook met in het verleden met open dag van de dierenbescherming vanwege het sterrenconcept. Dus we hopen dat er wel wat op ons pad komt. Verwacht ik vast wel. Er staat al eentje in de planning, maar dat kunnen we niet echt. Die komen langs. Dat is een duo loop. Nou, dat soort dingen doen we graag mee. We laten graag zien wat er hier is. Ja, en volgende week deel je dan de foto's van de kippen als ze in de stal zitten? Ja, we zullen zeker foto's delen dat de kippen aankomen en in de stal zitten. Hartstikke goed. Nou, dank u wel. Dank u ook voor het kijken vanmiddag. Ik hoop dat u het een leuke rondleiding vond. Wens u een hele fijne dag en fijne paasdagen. Dank u wel.